de binnenzijde. Jan Keller op de tweede positie. Daar zit dan Ronnie Krauwels achter. Is de start vrijgegeven voor deze semifinale. Start vrijgegeven. Het gaat uiteraard weer om de top 3 in deze klasse voor de plaatsing richting de grote finale. Hier Keller, dan Hofkens, gevolgd door Kevin Letoit met Jari van Hoof en Ronnie Krauwels. Door aan start en finish met een mooie voorsprong bij nu Ronnie Krauwels 3 voor zijn Hofkens, dan Kevin Letoit en Jari van Hoof in wagen nummer 1. Zo is de start vrijgegeven in deze De Chevaux Cross. Kijkt hij de 53, komt van helemaal achteraan op die tweede rij nu. Aan de binnenkant, daar opschrijven naar de derde positie. De kampioen van Nederland 2022 is Mark Mullenaar naar de derde. Hebben we Joep van Hulst binnen voor Anna de Vos op een mooie tweede positie. Wagen 3 van Luca van Hoof. Dan hebben we de 1, is de auto van Pim Vlasak, achtervolgd door de 8 van Edwin Wils. En waar de 10 de Tarzan bocht, maar blijft weliswaar aan de leiding. Heel mooi gestuurd hoor van Luca van Hoof. In de chicane aan de leiding met Max van Empel op de tweede positie. Van Hoof in wagen 3, knap gestuurd hoor, met Max van Empel op de tweede positie. Genten op de tweede positie. Hier komt de met Dubbelen overwinning voor Genten op de tweede positie. Er is de start vrijgegeven.
Het bal is aan de binnenzijde. Jan Keller op de tweede positie. Daar zit dan Ronnie Krauwels achter. Keller aan de leiding, Pauwels op de tweede positie. We hebben Krauwels met Hopkins. Met een overwinning voor Jan Keller. Tweede Pauwels. Derde Hopkins, gevolgd door Michel Marette. Het Versluis die de kopstart neemt voor Jorik Meinings op de tweede positie. Bjorn op die tweede positie na het nemen van de jokerronde. Dan hebben we Van Rooy met Glenn Sinten. Met Johan Versluis en Tim Rutte. Haar problemen voor Versluis hier op het rechte stuk. Nee, bij in de Tarzanbocht. Jorik Meinings in wagen 13. Bjorn Versluis op de tweede positie. Derde positie voor René Van Rooy.